Hartelijk welkom en fijn dat u kijkt naar dit gesprek wat gaat over het betrekken van leden. En naast mij aan tafel zit iemand die werkte voor de Vereniging van Waterbouwers, voor VNO-NCW en de KNVB. En hij is nu directeur van Bouw in Nederland, Fries Heynes. Mag ik Fries zeggen? Graag, Gert-Jan. Zojuist een presentatie gehoord over eigentijdse verenigingen. Wat is nou hetgene wat in jouw hoofd blijft hangen van die presentatie? Ja, heel veel. Ik moet eerlijk zeggen, het duizelt mij een beetje. Ontzettend veel herkenning. Ook wel een aantal kanttekeningen, maar volgens mij hebben we te weinig tijd om daarop in te gaan. Maar wat ik heel mooi vond over bottom-up, John zei dat ook. Wij hebben een paar maanden geleden een boze brief gekregen van een van onze lidbedrijven uit het Oosten. Hoe wij normaal als Bouw in Nederland daarop zouden reageren, zouden we een mooie keurige brief sterk inhoudelijk terugsturen en daarmee klaar. Ja. Wij hebben die man meegenomen naar Rutte, een gesprek wat we in de pijplijn hadden. Het was best eng voor ons. Meegenomen naar het torentje? Meegenomen naar het torentje. En die man ook gewoon zijn eigen verhaal laten doen. Dat is best eng, hè? Want wij zijn branchevereniging altijd van dat moeten we organiseren, dat moeten we voorbereiden. Ja. En stel je voor dat dingen worden gezegd door een ondernemer, onze ondernemers, die niet helemaal in lijn zijn met ons beleid. Ja, dat is eng. Maar dat hebben we gedaan. Hoe ging het? Dat ging hartstikke goed. Ja? Ja. En dat lid, dat is helemaal blij. Zeker, want die heeft zelfs van zijn collega's een nieuw pak aangemeten, want hij was nog nooit in Den Haag naar het torentje geweest. Dus er is wat geld ingezameld. En dat lieg ik ook niet, inderdaad. Ik hoor vaker dit soort reacties staan. Yeah. Maar dat is fantastisch. Die man, en voor de vereniging is het natuurlijk ook mooi. Laten we ook niet onder stoelen of banken schuiven. Die man komt weer terug in zijn regio. En die vertelt dat verhaal. En ik vind de symboliek daarvan. Het is natuurlijk maar één lid. Één persoon, één DGA van een klein bedrijf. Uit Zutphen was het, geloof ik. Yeah. Maar de symboliek die erachter zit. Hè, dat wij die bedrijven ook meenemen voor onze lobby in dit geval. Ja, dat is, maar we dat zitten is dus belangrijk. Inderdaad gewoon een beetje te veel vast in beleidsnota's, enorme documenten, beleidsadviezen, adviezen. Ja. Nou ja, kijk, dat zei ik al, heel veel herkenning. Vergis je ook niet, hè. Ik loop ook al een tijdje mee in dat verenigingsland. Heel lang is dat ook gewoon van ons verwacht. Ja. Van de brancheambtenaren, zoals ik net werd genoemd. Dat verwachten de leden ook. Regel het maar, hè. Bekend bij ons, Ilko Brinkman was mijn vorige voorzitter, nu doet Maxime Verhagen dat. Die ging lekker naar Den Haag toe, of naar de provincie, of naar de gemeente, op bestuurlijk niveau. Doe dat maar. En dan horen we over een tijdje wel of je iets hebt binnengehaald. Ja. Dat kan natuurlijk niet meer. Die leden willen mee en die willen weten wat er gebeurt, elke dag. Ja. Als we het hebben over die leden, wat gaat er nou eerder veranderen? Het businessmodel van de leden, we hebben het even over de bouw. Of het businessmodel van Bouw in Nederland? Ja, volgens mij kan dat niet anders dan gelijk opgaan. Ook de vorige spreker zei het al. Een branchevereniging moet meeademen met haar leden. Dat is lastig, hè? Want het werd net ook al gezegd, traditioneel lopen wij daar achteraan. Want wij moeten echt niet de illusie hebben dat wij dingen verzinnen. Onze leden die bepalen de snelheid. En wat wij moeten doen is zorgen dat we dat bijhouden. Af en toe een beetje bijsturen, dat is ook niet zo gek, want we zijn wel professionals in dat landschap. Maar ik denk dat die twee businessmodellen, die zijn in verandering, fundamenteel. Gaan die ook meer op elkaar lijken dan? Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja, bij ons zie je klantgerichtheid, financieringsmodellen. Opdrachtgever, opdrachtnemerrelatie, dat zie je in mijn vereniging ook allemaal terugkomen. Ja. En dus ook bij de leden. Ik moet eigenlijk omgekeerd zeggen, bij de leden, dus ook bij de vereniging. Ja. Nou heeft natuurlijk die crisis van de afgelopen jaren flink ingehakt op de bouwsector. Ik kan me voorstellen dat die relatie tussen de leden en de vereniging daardoor ook wat veranderd is. Is dat zo? Jazeker, ja. Ja, die is... Is die beter geworden of minder goed? Die is wij komen uit een dal dat... Mensen die Bouw in Nederland een beetje gevolgd hebben, die zullen dat ook herkennen. Wij komen uit een behoorlijk dal. Qua markt, maar ook qua ledenbinding. Een aantal grote bedrijven, maar ook veel midden- en kleinbedrijven die op een gegeven moment gezegd hebben, is dit nog wel mijn club? Dus wij zijn wel wakker geschud daardoor. En wij hebben, zoals heel veel van mijn collega's hier in de zaal, wij noemen dat vernieuwend verbinden. Uneto, VNI noemt dat 3.0, geloof ik. In die termen nieuwe plannen. Maar wel gebaseerd, volgens de heren die hiervoor waren, op het nieuwe transitiemodel. Mm-hmm. Ja, wij hebben daar een tik gekregen. En ik denk dat wij op tijd wakker zijn geworden. Een jaar of twee, maar drie geleden. Was dat niet juist een geschenk uit de hemel? Absoluut. Want jullie gaan op een andere manier om met leden nu ook. Nee, maar dat is ook de herkenning. Brancheverenigingen hebben de neiging om wat achter te blijven. Zeker in een tijd waarin de markt ook goed is. Hè. Inkomstenstromen. Ik stak net ook mijn hand op toen het over de verdienmodellen ging. En of contributie nog wel het businessmodel is. Dat verandert rigoureus. Dus ook wij... Dat mensen bij mij in de organisatie ook wel. Het geld klotst niet meer over de plinten bij Bouw in Nederland. Dus ook dat noopt ons
om ondernemender te zijn, om efficiënter te zijn. Nou, ik vind dat een geschenk uit de hemel. Dat is niet altijd leuk, want dat hoort ook. Hè. Dan kijk je ook naar je eigen organisatie. Maar dat helpt wel. Ja, jullie hebben gewoon echt een draai in je oren gehad. Wij hebben een draai in onze oren gehad, ja. Ja, ja. Als ik nou even kijk naar het team, hè, waar je mee werkt. De mensen, de individuen. Wat is nou de belangrijkste ontdekking periode dat je directeur was in het aansturen of het werken met een team? Binnen een vraag. Nou, kijk, wat ik zie, maar dat heb ik ook wel. Je zei het in de inleiding, heb hiervoor 8 jaar heb ik directeur mogen zijn bij de Vereniging van Waterbouwers. Ook bij brancheverenigingen zie je vaak, je hebt een arbo-deskundige, je hebt een onderwijsdeskundige. Die mensen zitten over het algemeen ook in die kokertjes die net ook gezien konden worden. Als je die mensen daaruit haalt, en daar ben ik zelf nu erg mee bezig, door ze meer projectmatig te laten werken, meer samen te laten werken, dan komt er ontzettend veel energie vrij. Daar word ik zelf heel vrolijk van, krijg ik zelf heel veel energie van. En dat vind ik een verademing. Niet iedereen kan daar overigens in meegaan, want je vraagt wel wat aan mensen. Maar dat vind ik telkens weer, en ik heb dat wel vaker meegemaakt, maar elke keer laat ik me daar wel weer door verrassen, maar in positieve zin. Ja. Maar je hebt ook iets van een organische schifting gehad, denk ik. Zeker, dat maakt elke organisatie mee, maar soms moet je er ook een duurtje aan geven. En daar moet je niet bang voor zijn. Absoluut niet, nee. Nee, ook daar zit een uitdaging in. Ja. Mag je vrienden bedanken voor dit korte gesprek, maar een hoop informatie. Dankjewel. Friesheim. Dankjewel. Dankjewel. Ja.